Dat is waarin we de outfit van gemaakt hebben. Dat is ook echt leuk. Zo. Oh, moet je mijn moeie hoofd zien? Het is maandag. Excuse me. Lange week achter de rug gehad. En nu is het weer tijd voor een nieuwe week. Zoals jullie in de vorige vlog konden zien, mijn haar gekleurd. Het is nu nog steeds nat, dus je ziet het niet goed. Maar ik ben weer onderweg naar Sade, naar Colorista. Want vandaag is het tijd voor de shoot. Dat dit gewoon niet kan eigenlijk. De stoppen vallen uit, maar we zijn alweer bezig. We zijn alweer bij Colorista. En ik moet heel hard praten, want alle feunen staan aan. Maar, oh kijk, daar is het weer. We gaan mijn haar klaarmaken voor de shoot. Nee, dit is van haar. Dit is van mij. En die krullen. Die kleur is echt zo mooi. Oh, kijk daar. Het lijst is. Ja. Wordt heel leuk. Mini krulton. Yes. Look at this, hè. Look at this. Look at this beautiful. Voor mij, dus hoe zit dit? Dit zit ook goed. Ja. Oké, okay, deze smooth achtergrond. Warmer. Ik zit zeker de camera wacht. Nee, netjes. Nee, hoor. Nou, ik heb mijn eigen kleren weer aan. Kijk, met dat gekleurde trui. Dat is waarin we de outfitfoto gemaakt hebben. Dat is ook echt leuk. Colors with colors. Colors with colors. En ik ga dus even vertellen. Ik ga een foto maken. Omdat ik in een artikeltje met één pagina over mijn stijl in de Fashionista kom. In april dus ongeveer. Dus dat is super leuk. Maar ik wil een goede HD-foto hebben. Dus die gaat Sade van me maken. Nou, daar is hij dan. Hij staat in mijn kamer. Maar nu moet ik even nog alles opruimen. En alles goed klaarzetten. En oh my god, mijn make-up eraf halen. Dat ga ik als eerste doen nu. En dan even mijn portfolio bijwerken. Want morgen best wel belangrijk, spannend gesprek. Ik moet haar ook even misschien loshalen. Maar ik heb dus een heel belangrijk gesprek. En dan moet ik even mijn portfolio helemaal op orde hebben. Dus dat kan heel leuk worden. Maar dat wil ik dan aan dit broodje gaan doen. Als het dan helemaal goed klaar staat. Muziekje staat al op. Dus een goede avond afsluiten. Oh jongens. Zo'n klein stukje vooruit. Ik zit echt midden in de ochtendspits. En ik ben daardoor kom ik weer te laat. Maar ik heb wel die reggaeton. Nee, goed.
Even kijken hoe ik dit zachter krijg, want dit ding is ook kapot in mijn moeders auto. Ja, hij doet het. Nou, in ieder geval, ik ga nu de auto, want daar was ik gisteren dus mee om het bureautje te droppen, weer thuis zetten bij mijn moeder. En dan ga ik gelijk door naar Centraal Station. Heb ik afgesproken met een meisje waarvoor ik haar dingen heb gemaakt, haar afstudeeropdracht. In de vlog middle. Bijna ready voor haar afstuderen. Zo, bijna eindresultaat. We moeten nog even binden hier met van die knopjes, maar en wat foamwatches. Dan is het af. Nou, we zijn er weer. Ben je weer? Yo, wij gaan nu even voorbereiden voor ons hele coole gesprek. Yes. Zeker aan de buitenkant. Ja. We zijn nu bij G-Star beland en we gaan naar boven. Even kijken. Nou. Ik ben weer thuis en ik zit lekker eventjes op de bank. Ik heb vandaag, zoals jullie konden dus zien, met Merel die klus afgerond. Ik heb haar helemaal geholpen met haar dingetje vormgeven, haar afstuderen. Maar ik vond het ook wel nodig om haar dan gewoon even te begeleiden met het hele printproces en papier en snijden en rillen en binden. Want ja, als je dat dan vormgeeft, dan heb je daar een heel idee bij. En ik heb nogal wat ervaring met printshops vanwege mijn opleiding. Dus dan kan ik precies met die mensen levelen van oké, zo moet het uit de printer komen en zo en zo en zo. Ik ga nu eventjes heerlijk. Ik ben lekker alleen thuis. Kijk, lampjes zijn gezellig aan. Daar zo. Ik ga lekker iets kijken. Ik heb mijn pantoffeltjes aan. Ik lig eventjes niks. Goed gesprek gehad. Klus afgerond. Ik vind dat ik dit wel even heb verdiend. Tot morgen. Als ik ga vloggen. Of tot donderdag. Of tot whatever. Hallo. Het is vandaag woensdag. En ik was eigenlijk niet per se van plan om vandaag te vloggen. Omdat ik, ja, je ziet het, heb gewerkt. En ik zou gewoon thuis komen. Ik zou misschien naar de zonnebank gaan. Saai. Maar toen kwam opeens Malen met het supergoeie nieuws dat ze haar bachelor heeft gehaald. Dus dat betekent drinks, drinks, drinks. Dus ik ga me nu eventjes snel omkleden, even fixen de boel en dan nog even koken voor mij en Ari. En dan ga ik eventjes naar een leuk cafeetje, denk ik. Barbaskiat wordt het volgens mij. Even kijken, deze lashes, zie je het? Over die lashes, ik had die gekocht voor oud en nieuw. En toen mislukte het. En oh, Fien begrijpt me zo goed, maar ik kan het gewoon niet. Ik heb geen geduld. Het komt tegen mijn eigen gekrulde wimpers aan. Het plakt niet goed. Het zit niet op de goede plek. Er zit te veel lijm. Dus zeg maar, elke keer wanneer het semi-soort van op een zoals die manier lukt, ben ik wel blij hoor. Ik vind het wel, het is wel heftig. Maar voor de rest ben ik gewoon sneaker, spijkerbroek en deze trui. Dus ik vind wel dat het kan. Jawel, zij wil, wat wil je, witte wijn? Oh nee, je bent met de auto, hè? Oh! Ja, hoe voelt het? Gefeliciteerd ten eerste. Ten tweede, hoe voelt het om nu een bachelor psycholoog eigenlijk te zijn? Ik voel het nog niet. Wanneer ga je diploma ondertekenen? Wanneer is je uitreiking? Weet ik niet. Ik moet het nog aanvragen. Oh ja. Dus dat eerst. Maar nu even beseffen eens. En morgen gelijk Prison Break alles. Hey, Prison Break, hè? Echt, man. Ja. Leer me de ins en outs, hè? Ik ben zo benieuwd. Nee, wie zei dat? Kijk, ik heb mijn Marsman pak aan. Kijk even hoe die trui zit. Ga je weer aan je haar zitten? Ga je weer plukken? En jij? Oh. Ik heb het koud. Ik zie het. Ja. Wij hebben iets heel leuks bedacht. Dat kan ik jullie wel vertellen. Deze zomer. Keep an eye. Als ik, ja, keep an eye open. Ik wil niks zeggen. Nee. Ik zeg als we ready zijn, dan. Nee, dan delen we het met jullie. We zijn nog niet helemaal ready. We zijn in the progress. Maar het wordt heel leuk. Ja, zijn jullie ready? Oké, doei. Ik ben inmiddels in het ziekenhuis.
want helaas moeten we daarheen voor mijn zus. Die heeft een blinde darmontsteking. Heel heftig allemaal. En ik denk niet dat ze op de film wil, maar ik heb wel even een blaadje en een Get Well Soon ballonnetje gekocht. En ik zal kijken of ze op de vlog wil, maar ik denk het eigenlijk niet, want ze ligt hier al bijna een hele dag. Ja, maar dit zijn in principe spoedliften. Oh. Oh ja. Maar kunnen we dan die? De andere, in de, als u richting de apotheek loopt, dan komt u centraal hal en daar zit ook liften. Maar hier zitten we al echt erin. Dus deze, volgende keer zweer ik dat ik het doe, maar deze keer gaan we gewoon naar boven. Nou, ik laat het nu maar, het zijn spoedliften. Dus ja. Het kan zijn dat u eruit moet. Dank u wel hoor. Oh, we mogen echt niet in de spoedlift, hallo. Straks is er een spoedgeval en dan wat? Oh, my lighting hier. Er zijn nog vier andere. Ja, dus? Wat als ze voor deze deur staan en het is spoedgeval? Maar in ieder geval... Get well soon, Charlie! Kijk. Het is nog steeds niet prettig om mee te gaan werken. Kijk de bielen van ze. Kijk, dit is mijn moeders bril. Die hadden we toen samen uitgezocht. Het is multi-hè. Hij is best cool. Hier, doe jij maar op. Nou. Hij staat je wel. Ja, echt waar? Ja, jij moet ook naar Paulette gaan. Paulette? Ja, dat is een winkel. Nee, Paulette heet het. Paulette. Nee, wil... Jawel, daar hebben ze brillen voor €50 met glazen. Serieus? En dan echt veel. Hallo allemaal. Ik ben onderweg naar Romy's verjaardag. Het is vandaag zaterdag. Zij is naar een escape room gegaan, maar toen kon ik dus niet mee. En nu is ze bij de Bulls and Dogs. Volgens mij is dat heel leuk. Dus daar ga ik nu even aanschuiven bij het feestje. Dit was weer mijn weekje, jongens. Het is nog maar zaterdag. Oh, ik zie er weer echt wel lekker volwassen uit. Maar morgen is zondag en dan werk ik weer de hele dag. Dus ik sluit weer lekker nu de vlog af. Het was gezellig. We hebben nog even wat gedronken bij Tap Marin. En ik wacht nu eigenlijk op de tram. Het is nog best vroeg. Maar iedereen had echt een ontzettende inkakker na al die milkshakes en hotdogs. Maar het was wel even gezellig. Ik moet heel nog plassen. Ik sta nu geleund de camera op zo'n ding. Ik praat gewoon lekker tegen mezelf. En ja, Amsterdam, een mooie stad. Ik hou ervan als het lekker bruist op een zaterdagavond. Ik zal het even laten zien aan alle kanten. Auto's, mensen, verkeer, vervoer. Amsterdam is gewoon... Love it. Oh, dit was deze truc. Kijk. Dus ik hoop dat jullie dit vlogje weer leuk vonden. Ik in ieder geval wel, want ik ga er gewoon lekker mee door. Elke maandag komt hij online. En als je het leuk vond, subscribe dan op mijn kanaal. Want ik wil ook weer extra video's gaan maken en leuke video's. Kijk, die mensen in de auto denken echt, oh my god. Maar like en deel en subscribe. Peace out. See you next week. Ik ben even de H&M binnengegrepen. Omdat... Rosa, waar ben je? Daar... Unicorn's hair. Hello, Lamar.